het koffiebrei staat. En koffiebrei werd benoemd in het toneelstukje Kleine Warkje gaat dood. Dat de lekkerste koffie ter wereld was. En dan komt er de Johan Vrij, die nu de baas van Vrij is. Die was de zoon van koffiebrei, zou ik kunnen zeggen. En toen heb ik altijd in de lagere school gezeten. En dus ik maakte toen reclame voor die. Dat is trouwens de lekkerste koffie van heel de wereld. We zijn hier nu wel spijtig genoeg niet om te drinken. Maar thuis, bij mezelf, drink ik sinds kort wel dat koffievrij. Dat is goed. Nog even reclame gemaakt? Ja. We gaan eraan beginnen. Dat is. We gaan eraan beginnen. Met de koffiereclame. Goed. Ik zou zeggen, iedereen welkom. Ik zie jullie niet, mensen in jullie kot. Maar ik ben ervan overtuigd dat jullie er zijn. En daar ben ik heel blij om. Het is een nieuwe boekenkamer, de tweede keer dat we het online doen. En het is deze keer ook wel een sterk staaltje van estafette, vind ik. Want de vorige gasten, Janne de Smet, die geeft het stokje door aan Johan Petit, die nog een tijdje geleden haar coach is geweest, toen ze zo haar eigen eerste voorstelling maakte. Johan, welkom. Merci om in onze boekenkamer te komen zitten. Je bent theatermaker en artistiek leider bij Marta Tentatief. Waar je op dit eigenste moment ook zit, heb ik begrepen. We zitten op dit moment in het hoofdkwartier van het Marta Tentatief. Ja. Voilà, kijk. Mortsel, in het fort van Mortsel. Ja. En niet in het fort, het is eigenlijk net buiten het fort. Maar dat is raar, in Antwerpen noemen ze alles. Je hebt dus het fort en je natuur er rond en je hebt allemaal loods rond. En dat allemaal noemen ze ook het fort. Ja. Terwijl dat hier gewoon, eigenlijk gewoon een loods is. Maar toch, ja, zwart. Jij zou normaal gezien ook met jullie voorstelling Moeten Leven vanavond naar Leuven komen met Wim Helsen. Ja. Ja, jammer genoeg kan dat natuurlijk niet gebeuren, maar we zijn blij dat je het gemis een beetje goed maakt door hier bij ons in de boekenkamer te komen zitten. En je hebt mij verteld dat jouw liefde voor boeken eigenlijk begonnen is met strips, met name met Suske en Wiske, en dat die dus zeker vandaag niet mochten ontbreken. Wel, het is waar. Eigenlijk is het nog vroeger, voor Suske en Wiske, was het Jommeke eigenlijk. Dus ik ben Jommeke beginnen lezen voordat ik kon lezen. En dat is eigenlijk een ongelooflijk. Dat ga ik nooit meer vergeten, maar die strips van Jommeke, daar kroop ik echt in. En dat is eigenlijk, dat is ongelooflijk. Als je nog niet kunt lezen, dan is dat, dan op een manier snapte dat toch allemaal. En dat is ongelooflijk zo. Als ik dan terugdenk aan de Granda Papillan. En zo in die oerwouden. En dan, dat is een soort vermogen om... en dat is wel wat ik met boeken ook heb. En dus je verliest... Of ik ben een beetje dat vermogen verloren om zo in een strip echt in te zitten. Om daar helemaal in te zitten. Dat heel de wereld weg is en dat je alleen maar in die strip zit. En dat is wel tof. Dat, met boeken heb ik dat wel. Dus daar ben ik dan nooit meer... Want je kun je dan lezen en ineens snap je dan wat dat er is. En eigenlijk is dat raar. Er gaat een wereld voor je open. En tegelijkertijd gaat er ook een beetje een wereld voor je toe. Omdat je minder magisch wordt, eigenlijk. En, maar dan is dus wel inderdaad Suske en Wiske. En dat zijn echt... Dat heb ik echt kapot gelezen. Dat vond ik echt ongelooflijk als kind. En dan vooral eigenlijk de eerste... De strips gemaakt door Willy van der Steen. Allee, ik wil geen afbreuk doen aan Paul Geerts, want die heeft dat ook prachtig gedaan. Maar de fantasie van Willy van der Steen... Dat is kronkelig, dat is inconsequent, dat is raar, want dat is leuk bij de eerste 60 strips. Hè, want dus, de Suske en Wiske begint eigenlijk bij nummer 64, hè, dat is die in kleuren. En eigenlijk heeft hij het tot ervoor, er zijn allemaal stripjes die dat niet in kleur waren, en zijn ze eigenlijk vanaf nummer 64, opnieuw begonnen met dan die oude boeken terug in te kleuren. Dus Paul Geerten van der Steen maakte dan 2 strips per jaar, en dan 2 waren dan heruitgaan van die oude eigenlijk. Maar die aal, Suske en Wiske, dat is heel tof dat die personages... De ene keer is Lambiek een hele slinge, de ene keer is dan een held. De ene keer is Wiske de held, dan is dat weer Suske. Also, dat gaat allemaal door elkaar. Je hebt dan ook nog eens de strips die op Kuifje zijn, uit de klare lijn van Kuifje zijn geïnspireerd. En ik vind dat heel tof hoe verschillend dat is. En ook hoe leuk, maf, dat die verhalen soms zijn. Soms zijn dat best wel... ingewikkelde, gebeurt er heel veel in zo'n verhaal. En ook wat ik ook tof vond, is dat Van der Steen, die ging heel de wereld rond voor zijn inspiratie. En dus dat is een hele zotte, maffe wereld waar ik heel veel van geleerd heb. Ja, en consequent, dat vond je dan ook wel passen misschien bij het echte leven, want mensen zijn ook de ene keer
de held en dan weer niet, de ene keer opvallend, dan weer niet. Dat vind ik, dus, dat vind ik zo bijzonder om die strips. Is dan, achteraf hebben ze vastgelegd, er bestond een soort van draaiboek van hoe dat Suskin is, hoe dat Wiskin is, hoe dat Lambiek is. Dus dat is eigenlijk zo vastgelegd. En het leuke is, tot ervoor ja, was dat gewoon zo die fantasie van Van der Steen. Sorry, dat was, ja, ik zal die stil zetten. Dat hoort erbij. Tot ervoor was dat die fantasie van Van der Steen. En dan is het leuke bij de lezers dat je in je hoofd toch al die inconsequenties aan elkaar rijmt. En dat vind ik heel bijzonder. En dat is inderdaad, wat je zegt, dat is echt het leven zelf. Is dat wij gebeurtenissen middels logica aan elkaar plakken tot een consequent, steekhoudend verhaal. Met de logica als plakband eigenlijk. En dat vind ik zo, dat vind ik bijzonder. Dat in Suskin en Wiskin ook, dat die onlogica soms weer, dat er een grote poëzie is. Hè. Er is zo'n wereldberoemd printje waarin dat Jerommeke dan, gelijk de baron van Münchhausen, die zo zichzelf uit het moeras trekt. Hè. Zo is er een printje dat Jerommeke, doordat hij zo sterk is, dat hij zichzelf opheft. Dat is prachtig. Dat is ongelooflijk. Of die drie printjes dat Jerommeke zo dat gedicht voordraagt van Jantje zag eens pruimen hangen, blablabla, zo daar. Ja. Maar zo, die doet heel dat gedicht in drie printjes. Jantje zag pruimen. Onschoon, en dan blaagt hij, dan is hij dat. In drie printjes is dat zo heel dat gedicht. Dus, echt. Dus ik hou van die fantasie en die gekte die dat is. Ik ging net zeggen, dan gaat die verbeelding natuurlijk wel in overdrive van zoiets. Ja. Maar die verbeelding, heb ik gemerkt, is voor jou iets heel belangrijk. Je hebt ook een tekst meegebracht van Benjamin Verdonk, van zijn afstudeer, je collega-theatermaker, zijn afstudeervoorstelling. En dat gaat ook heel erg over de kracht van verbeelding. Ja, dat is... dat stuk heette... amai, dat is voor de eerste keer dat ik dat juist zeg. Normaal zeg ik altijd dat stuk noemde. Doe ik normaal altijd expres, maar per ongeluk het juist gezegd eigenlijk. Dat stuk heette Wat ik graag wou zijn als ik niet was wat ik ben, een Sint-Bernardshond. Dat was dus een eindtrek op school en dat heeft toen als stuk enorm een indruk op mij gemaakt. Omdat er zat een soort wilde energie in dan Benjamin Verdonk. Dat is een acteur die nu bij toneelhuis dingen maakt. Een enorme wilde energie. Ik zat gefascineerd om die mensen te zien. En die tekst was ook zo ongelooflijk. En het graaf was op het einde van dat stuk. Dat was in het conservatorium van Antwerpen. Want die was toen aan het afstuderen. Op het einde van dat stuk sprong die uit het raam. En ik weet nog dat ik even dacht dat kon dat hij echt zelfmoord had gepleegd. Dus dat heel dat stuk die zijn ding was. En dat dan na deze... Dit is het. Natuurlijk had die had een soort hek gebouwd dat hij niet kon bouwen en dit en dat. Maar dat was zo ongelooflijk. Een ode inderdaad, gelijk gezegd, van de verbeelding. En door ik zo gefascineerd was, heb ik dan zijn tekst gevraagd dat ik die niet kon lezen. En dan heb je die gekopieerd. En dus ik heb een gekopieerde versie van zijn tekst. En die tekst is eigenlijk gebaseerd op Cortazar. Julio Cortazar op het boek Rayuela en Hinkelspel. Ja, dat is de Argentijnse schrijfster en dat boek wordt zo'n beetje de Spaanse Ulysses genoemd. Hè? Dat is echt een klassieker. Ja, het is echt een grote klassieker in de wereldliteratuur. Ik moet ook wel zeggen, dus heb ik wel met veel grote, grave boeken, dat ik die soms graag vind en dat ik er soms dingen heb uitgelezen, maar dat ik toch niet die boek heb uitgelezen. En bij Cortazar heb ik dat ook. Dat is een van mijn lievelingsboeken, maar ik heb die nooit uitgelezen. Ik krijg dat op een of andere manier... is die toch ook ergens te traag of zo, dat ik dat niet krijg uitgelezen, maar het idee van die boek en sommige stukjes, dat zijn door dat stuk, vind ik zo fenomenaal dat die boek toch helemaal in mijn hart woont. Dat heb ik ook met Louis van Boon, bijvoorbeeld, hebben wij ook een stuk gemaakt op basis van de Kapellekesbaan, en ik vind dat echt geniaal, ik vind dat ongelooflijk, maar ik krijg dat eigenlijk ook niet echt uitgelezen. En soms is het idee van een boek straffer dan het boek zelf. En wat is het idee bij Cortazar? Wat is dan het idee? Wel, dus, in een boek
is eigenlijk Rayela en Hinkelspel, heet hij. En je kunt die boek, die bestaat, ik geloof, ja, uit een, ik zal maar iets zeggen, ik weet niet hoeveel, 50 hoofdstukken. Sommige heel klein, sommige veel langer. En je kunt die van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 50 lezen. Of je kunt die al hinkelend lezen. Dus kriskras door het boek door, geeft de schrijver zelf een bepaalde volgorde. En dat vind ik ook heel bijzonder, dat je, dus je kunt eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk een soort optelsom van allemaal hoofdstukjes. En dat is wel iets wat mij zelf ook heel hard fascineert, in wat ik een goede manier vind om de werkelijkheid te beschrijven, is dat je allemaal stukken beschrijft en je hebt daartussen gaten, en die gaten vul je ook met je eigen verbeelding, en zo wordt dat een verhaal. En dat is eigenlijk, vind ik, een veel justere en eerlijke manier om de werkelijkheid te beschrijven, dan wanneer je dat zo chronologisch helemaal... Dat is nooit helemaal juist. En dus dat vind ik erom... Dat is een van de dingen die ik er zo fantastisch vind. En een ander ding is dat Cortázar in al die stukjes... Ja, zijn er heel veel hoofdstukken die dan in dat stuk is dat natuurlijk... Ja, dat is eigenlijk een soort best tof van die boek, zou ik kunnen zeggen. Dus het is ook via dat stuk heb ik dan die boek gelezen, hè. Zitten zo'n poëtische pleidooien voor de verbeelding, als de verbeelding als een wapen tegen de donkerte en tegen alles wat vast ligt. Een soort tegen alles, tegen valse autoriteit, tegen valse machtsstructuren, is de verbeelding wel iets, doordat de verbeelding altijd vrij is, en de verbeelding is nooit, ligt nooit niet vast. En dat is hoe ik ook geloof dat het leven is. Het leven is meanderd, is nooit niet glashelder van A plus B, is altijd C. Nee, dat is, dat, ja, dat is altijd associatief. En je moet altijd opnieuw bekijken hoe dat de werkelijkheid is. Die verandert en elke keer moeten opnieuw vaststellen, ah, zo zit een boel ineen. Dus er zijn nooit echt vaste zekerheden. Gelijk dat we nu met die coronacrisis, waar heel veel mensen heel hard over flippen, is dat wat dat we weten heel de tijd verandert. En mensen willen helderheid en duidelijkheid. En dat is wat dat soort boeken ons in kan helpen, is dat ja, wat dat we weten, wat dat we denken dat waar is, dat kan altijd veranderen. En ook de betekenis van woorden, de betekenis van hoe de wereld ineens zit. En dat is dat boek zo prachtig. Ja, omdat dat dan daarover gaat. Het is een boek uit 1963... Maar het is nog heel erg relevant voor vandaag. Je zegt het zelf. Dat blijft iets waar mensen mee worstelen. En misschien kunnen ze dan door zo'n boeken zich ergens wel gesterkt of geïnspireerd voelen. Ja. 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 Je vindt dat idee ook terug bij Lev Shestov, heb je mij verteld. Dat is een Russische filosoof die dan ook nog eens vermeld wordt in Cortázar en het stuk van Benjamin Verdonk. Daarom is die een boek van Cortázar is een soort, denk ik wel, kan ik een soort oerboek voor mij noemen. Ik heb hem echt niet helemaal gelezen, toch is dat zo. Maar in dat stuk ook staat een stukje over dat Shestov, dus Cortázar schrijft. Shestov heeft ooit een experiment gedaan met een snoek in een aquarium. Dus, en dat stond zo in dat stukje, en dat was wat een Benjamin toen ook vertelde. En de anekdote gaat als volgt, dat er een aquarium is en dat er een onderzoeker een snoek in dat aquarium steekt met een glasplaat in de helft. En die snoek ziet natuurlijk dat glas niet. Dus die snoek die botst met zijn neus tegen dat glas, totdat die snoek natuurlijk doorheeft van ja, ik raak hier niet door. En op dat moment dat hij stopt met dat te doen, haalt ze die glasplaat weg en dan is het straffen, zegt dus Shestov in dat citaat dat Cortázar dan schrijft, dat die snoek daarna nooit nog eigenlijk over die helft zwom. Dus die onzichtbare scheiding, die bleef die respecteren. En dus Shestov beweert dat wij ook allemaal snoeken in zo'n dingen, dat er onzichtbare muren zitten eigenlijk. En ik vond dat zo'n... en dat we met onze kop door die muren moeten heen brengen. Breken, hè? Dus dat en dat is eigenlijk altijd dat vooral ook dat de waarheid niet bestaat, dat alles altijd anders kan. En ik weet nog toen, als ik dat las, dat was eigenlijk een van de dingen die mij zo enorm inspireerde. Maar ik heb die voorstelling gezien in 1995, zoiets, denk ik. En toen bestond er nog geen internet. En dus als je dan zoiets las, Shestov, dan had je, ja, je kon dat niet opzoeken of zo. En in de bibliotheek vond ik dan geen boeken van Shestov.
Dus ja, dan stopt dat, hè. Het bleef een mysterie. Ja. En dan komt dus het internet, een bepaald moment Google dat, en vind ik een website, gewijd aan Krzysztof, en waarin dat ook een van zijn werken, All Things Are Possible, ik zeg het nu in het Krzysztof was een Rus, maar die stond dan in het Engels erop, daarom, en dat is een prachtige titel, All Things Are Possible. En daar heb ik dan gedownload, gelezen, en dat is eigenlijk... eigenlijk heel hard, een beetje de Cortazar manier van waarop dat Krzysztof dan als filosoof, en dat was een filosoof, eigenlijk een filosofie ontwikkeld. Allemaal korte hoofdstukjes, niet één groot betoog, daar logisch in elkaar, maar allemaal korte hoofdstukjes waarin dat hij de hele tijd in opstand komt tegen de reden, tegen de logica en eigenlijk de creativiteit ook omarmt, maar ook het feit dat de werkelijkheid onvoorspelbaar is. En dat was toen dat las, was dat voor mij zo'n soort van benauwd thuiskomen, omdat dat ook, dat ik voel, dat is wat ik intuïtief altijd gevoeld heb dat de wereld ineens zat. En ineens was er iemand die zo mijn filosofie, maar dan op een driftige manier onder woorden bracht. Maar het zotte is dat hij dat al in 1905 geschreven heeft, hè? Ja. Ja. Wel, dat is dus ongelooflijk. Omdat je, ik heb altijd in mijn kop gehad dat je dan, ja, dat eigenlijk zo de wereld is pas onvoorspelbaar geworden de laatste 50 jaar. En dan krijg je zo heel dat dadaïsme. Nee, ja, dat is wel, dadaïsme is natuurlijk wel na de Eerste Wereldoorlog. Maar ja, wacht, dan moet ik. Ik ben in die periode dat ik dan Krzysztof heb ontdekt, ben ik ook zo'n tijd heel veel non-fictieboeken beginnen lezen. En onder andere ook een boek, Quantum, noemt die boek. Ik weet wel niet meer wie hem geschreven heeft. En dat ging eigenlijk over de geschiedenis van de quantum fysica. En daarin wordt dus eigenlijk wetenschappelijk, eigenlijk heel die quantum fysica, dat gaat over onvoorspelbaarheid en onwaarschijnlijkheid. Dus dat de werkelijkheid effectief niet altijd 1 plus 1 is altijd 2. Dat deeltjes verschijnen en verdwijnen op plekken. En dat je alleen maar voorspellingen kunt doen over... waar dat ongeveer zou kunnen zijn. En dat is wel schoon, dat Krzysztof dus in 1905 eigenlijk al zegt, de werkelijkheid is eigenlijk niet begrijpelijk, voorspelbaar, lineair, zit niet gelijk als de Newton-wereld ineen. En dat eigenlijk later, ja, heel die fysica eigenlijk op een bepaalde manier zijn gelijk bewijst. En eigenlijk deze tijd, met dat internet en heel, hoe druk en hoe geschift dat nu alles is, he, hoe ingewikkeld dat wij de wereld ervaren, dat Krzysztof eigenlijk gelijk heeft gekregen. Maar en omdat je het zelf ooit als bedreigend of beangstigend aangevoeld dat de werkelijkheid zo onbegrijpelijk en onvoorspelbaar is? Of heb je dat altijd als iets positiefs gezien? Ik heb dat nooit... Ik heb nooit het gevoel dat de wereld onvoorspelbaar... de wereld vindt die gewoon... over het algemeen... loop je er graag in rond in de wereld. Ik moet wel zeggen, ik heb 2 jaar geleden een soort van mini-burn-out gehad. Veel te hard gewerkt, met te veel dingen tegelijk bezig. Veel te weinig geslapen, oververmoeid. En dan, dan is er een periode geweest waarin ik angstaanvallen heb gekregen. En, die angstaanvallen kwam doordat er zich bij mij dan derealisatie... zo noemde de psycholoog dat dan, waar ik bij was. Het gevoel dat de werkelijkheid, dat je die ervaart als het dan een film is. En ik had het gevoel dat ik zot aan het worden was. Dus ik kan me wel voorstellen, als je de wereld als onbegrijpelijk echt ervaart, hè, als je er, dat is enorm beangstigend. Dat is supergrellig. Je moet natuurlijk, dat is wat dat de verbeelding doet, is wij liggen toch. Wij zoeken naar orde binnen die chaos. En wij maken een verhaal. Maar ik vind dat je alle en logica moet zoeken, wetende dat die altijd kan veranderen. Maar je kunt niet anders. Want als je niet met logica de wereld te laag gaat, wordt zot. Want dan wordt alles onbegrijpelijk, onvoorspelbaar. En dan ja, komt het gevaar van alle kanten. Ja. Maar wat Krzysztof zegt, is ook van in die onvoorspelbaarheid ook wel weer de kans te zien. Dus hij draait dan naar iets... naar iets positiefs, naar iets bevrijdend bijna. Ja, wat Krzysztof doet, en dat is schoon. Dus in plaats van dat... Ik heb er een stuk over, maar het is erom dat ik er zo... dat is niet dat ik zo slim ben, dat ik... Ik heb natuurlijk veel mee bezig, dat is niet dat ik dat zo met een duim zag.
wat Christophe in de plaats brengt van die zekerheden, hè, zo, en alles dat altijd duidelijk is en duidelijke regels, Christophe zit iets in de plaats, namelijk vertrouwen. Geen geloof, hè, niet in het geloven, de geloofde dat God, dat je weet dat eigenlijk op zekere... Maar hij zegt, nee, je moet vertrouwen dat de dingen goed gaan gaan. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk, en dat is nu met mijn laatste stuk dat ik wil maken, en spring ik ineens naar de laatste boek dat wij hebben gezegd, die we het laatste gingen doen, maar we doen die nu dan toch al niet. Onvoorspelbaar, ook hier. Dat is De Meeste Mensen Deugen, van Rutger Bregman. Wat voor mij echt ook een eye-opener was, omdat Bregman eigenlijk betoogt in je boek, dat is eigenlijk een simpel idee, namelijk de meeste mensen, eigenlijk zegt hij, de mens is te vertrouwen, over het algemeen genomen. En je hebt een soort negatief mensbeeld van de laatste, ja, dat de laatste 100 jaar eigenlijk, van dat de mens, als je die niet beteugelt met orde en discipline, hè, als je die niet beschaafd, dat idee, dan is de mens een wild beest. Als je niet, hè, want dat is wat de politie heel de tijd zegt bij die rellen, is als je, en nu die politievakbonden ook zeggen, van, je moet mensen leren, en met leren bedoel ze genoeg straffen, dat mensen weten, als je iets verkeerd doet, worden gestraft. Op die manier moeten mensen leren dat ze hun eigen goed moeten gedragen. Maar dat geloof ik niet. Ik denk dat je mensen moet vertrouwen. Je moet vertrouwen. Je moet eigenlijk mensen... Als mensen elkaar vertrouwen en als mensen goed in hun vel zitten en vertrouwen hebben, ja, dan gaan mensen niet altijd egoïstisch voor zichzelf kiezen. Ik geloof niet dat... En er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek en sociologisch onderzoek dat onderschrijft dat de mens niet een soort... niet per se het eigen belang... altijd alles het eigen belang zal doen. Ja, en hij onderschrijft dat ook met... Allee, hij gaat in de geschiedenis kijken, in de economie, in de psychologie. Zijn boek is niet voor niets vrij dik. Hij haalt er heel veel argumenten bij. Het is niet zomaar het idee poneren. Hij onderbouwt het ook echt. Hè? Nee, en het mag niet dat idee dat de mens eigenlijk bijna altijd het eigen belang handelt. En dat zit in eigenlijk heel veel van onze... Dat zit eigenlijk in onze cultuur. Dat zit in hoe dat wij verhalen schrijven. Hey, al die Amerikaanse series. Er zit eigenlijk een heel negatieve mensbeeld in. Mensen zijn eigenlijk gewoon slecht, omdat slecht zijn loont, omdat slecht zijn makkelijk is. En dat is een verhaal dat heel veel wordt verteld. Dat mensen slechte dingen doen, omdat hun dat goed uitkomt. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat mensen slechte dingen doen, doordat ze gekwetst zijn, doordat ze te weinig eigenwaarden hebben, dat mensen eigenlijk verkeerde dingen zijn, doordat mensen kwaad zijn. En dat is ook als je... Er zijn zo'n filmpjes nu, dat ze in een gevangenis, hè, in Amerika, er is zo'n één ongelooflijk filmpje, dat mensen allemaal in een cirkel moeten gaan staan, en dan stellen ze vragen over die mensen in hun opvoeding, en bijna allemaal, alle mensen die in gevangenissen zitten, zijn eigenlijk allemaal mensen die geschaald zijn, die een verleden hebben, dat echt heel hard afzien is geweest. Meestal in moeilijke thuissituaties. Dus je kunt dat niet naast je weg leggen. En dat is toch op een of andere manier, wordt daar nog veel te weinig over gepraat. En denk ik dat we daar iets aan moeten doen. En je zei, als je het boek van Bregman dan las, dat je zelfs tot tranen toe bewogen was. Dat je moest wenen. Ja, omdat er is zo... Hij schrijft op een bepaald moment dat als je dus gelooft dat de meeste mensen deugen, dat je moet weten dat idee, dat wordt gewantrouwd door de mensen die vaak, door de mensen die de macht hebben. Omdat de mensen die de macht hebben, en ik wil niet, zeker niet zeggen dat alle politici slecht zitten, maar macht, echte of foute macht, zal altijd controle willen uitoefenen, omdat dat bang is om de macht kwijt te raken. En die controle wil zeggen dat je allemaal regels gaat doen om ervoor te zorgen dat mensen in het gareel lopen. Nu, als je mensen vertrouwt, hè, als je uitgaat van het idee, de meeste mensen zijn te vertrouwen, en als je op basis van vertrouwen dingen gaat bedenken, dat je mensen serieus neemt, dan dat gaat in tegen de machthebbers. Want die kunnen dat eigenlijk niet aan. Die hebben daar bang van. Dat is eigenlijk gewoon, dat zijn gewone mensen. Dat is in een bedrijf ook. Bedrijven doen er alles aan om hun werknemers te controleren, omdat ze, als je ze niet controleert,
Ja, dan komt minstens... Maar dat doe je eigenlijk, doordat je zegt, controleer die, zeg je eigenlijk, ik vertrouw hem. En als je nu mensen echt, echt gaat vertrouwen en mensen hun verantwoordelijkheid geeft, ja, dan krijg je iets helemaal anders. Maar dan wil dat ook wel zeggen dat je die top-down ding, dat dat helemaal verandert. En daar raakte mij zo hard. Omdat ik zelf al heel de tijd, al heel mijn leven, word ik door mensen gezien als naïef. Dat ik altijd... Ik geloof in de mensen. Ik geloof wel dat mensen niet slecht zijn en dat mensen niet altijd eerst voor zichzelf kiezen. En dat is al heel veel dat mensen mij naïef genoemd. En dat ze tegen mij zeggen, ja, maar je moet realistisch zijn. En die uitdrukking, daar krijg ik echt de wubben van. Omdat die mensen met dat andere, dat oordeel van hoe dat de wereld ineen zit, hè, in het woord realisme, kapen die een visie op de werkelijkheid. Waar dat niet over gediscussieerd mag worden. Als je zegt, we moeten realistisch zijn, dan wil dat zeggen, ja, dat de manier waarop we zijn van de wereld, die is de waarheid. Dus mijn idee van naar de werkelijkheid kijken, heb ik vaak ervaren als onnozel, naïef en minderwaardig ten opzichte van die andere manier. En dat was wat ik dus ontdekte met dit boek, dat dat niet minderwaardig is. En dat gaf mij zo, dat thema deugd. Ja, dat kan ik geloven. En het heeft ook... Je zelfs rechtstreeks geïnspireerd om er dan een stuk over te maken. Nu het nog kan, heb je het genoemd. Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ben ik nu aan het schrijven. En dat gaat dus over dat, dat nu het nog kan, moeten we anders gaan denken. Hè. En niet, ik bedoel, niet gelijk anders gaan leven. Ook wel anders gaan leven. Maar is dat je tegen heel dat... dat efficiëntie denken, want dat is ook iets bijvoorbeeld, het woord efficiënt, hè, dat is een positief woord, altijd. Maar efficiënt zit in dat je zo snel mogelijk, zo kort mogelijk, met zo weinig mogelijk kosten. En dus daar zit ook een soort, dat is ook zo'n realisme woord, waar je niets tegenin kunt brengen. En ik denk, wat je wel tegenin brengen is kwaliteit, duurzaamheid en vertrouwen. Daar, ik geloof dat we moeten nadenken over een ander systeem, een andere manier van denken, over hoe dat we sommige dingen gaan organiseren. Ja. En bijvoorbeeld, nu even politiek te trekken, achter mijn hoek, ik heb gisteren een bezwaarschrift ingediend tegen een projectontwikkelaar, die achter ons, nou, samen met allemaal andere mensen, ik heb dat niet zelf verzonnen, maar een grote projectontwikkelaar, gaat voor de stad Antwerpen een groot gebied tussen een hoop hazen ontwikkelen. En die gaat daar een school bouwen, een supermarkt en heel veel appartementen. En die school die gaat bouwen, dat komt omdat dat is een deal met de stad. Die mag dat spel ontwikkelen op voorwaarde dat hij ook die school bouwt. Nu, die ontwikkelaar die wil dat allemaal bouwen omdat hij er geld mee moet verdienen. Dus die gaat een zo efficiënt mogelijke school bouwen. Namelijk een school die aan alle voorwaarden voldoet, aan alle regels, die stedenbouwkundige regels, maar die zo, dan zo weinig mogelijk kost. Ah ja, want die wil het idee van deze dingen is dat die geld moet verdienen. Mm. En dan krijg je dus dat je een school bedenkt waar dat 3 maanden per jaar geen zonlicht op die speelplaats zit. En dat kun je alleen, zo'n dingen kunnen alleen bedacht worden door mensen die bezig zijn niet mee. Eigenlijk moeten denken, als je een school bouwt, moet je altijd nadenken, hoe kunnen we de mooiste, de beste, de meest prachtige school ooit bouwen. Dat zou het idee van een architect moeten zijn. Maar die architect heeft nu de opdracht, bouwt een zo efficiënt, een zo kostenjust geregelde school. Ja, dat is compleet crazy. Dan gaan we dus zien, we hebben dan 2 speelplaatsen, maar ja, we gaan die dan toch, hoe groot, die gaan niet per se de grootste speelplaatsen bouwen. En dat is echt wat ik denk dat echt anders moet. Maar die ontwikkelaar zou dan misschien een beetje meer boeken kunnen lezen, want je inleven in andere mensen, in situaties, je verbeelding gebruiken, is toch iets bij uitstek wat er gevoed wordt door te lezen. Absoluut, ja. En ik ben niet tegen bedrijven, het beginnen communist. Ik vind een bedrijf is ook, maar dat zijn dingen die mensen maken. En alles wat mensen maken, zoek bedrijven, kunnen in potentie goede dingen zijn. Ja, dus ik vind dat geweldig dat mensen dingen doen en dingen maken en uitvinden en ondernemen. Ik vind er niks mis mee. Alleen moet je goed nadenken dat je ook kwaliteit en vanuit dat idee dat je werknemers dat die ook te vertrouwen zijn, dat je die niet altijd gaat controleren. En zo kun je de dingen anders gaan organiseren. Ja. Dat,
is bijvoorbeeld bij een gevangenis, hè? Iets daar, om het daar ook over te hebben, maar we zijn weinig over boeken bezig. Ik ging net zeggen, ik ga misschien toch even terugtrekken naar de boeken. Wat ik wel intrigerend vind, is dat zo'n Bregman jou dan echt wel... Dus boeken kunnen jou als maker ook echt bijna letterlijk inspireren. Zeker, ja. Ja, ik weet niet, ja. Ik denk dat dat... Ik heb altijd op zoek geweest naar... in het lezen, in de poëzie, naar zo'n dingen die u raken of ontroeren of... en die u helpen in de wereld te begrijpen. Ik vind dat ook wat de beste literatuur doet. Die, je herkent uw eigen leven in een ander leven. En tegelijkertijd is er weer een soort... Doordat je jezelf beter begrijpt, kun je van jezelf hopelijk een beetje een betere mens maken. Dus in die zin geloof ik dat we wel... Ik geloof wel... Ik vind niks mis met de dingen beter te maken. Ik vind dat altijd... Alleen is de definitie van wat dat beter is... Hè? Daar moeten we wel over discussiëren. Je moet altijd anders. Niets, maar altijd, als dat iets dat altijd hetzelfde blijft, dan gaat de duur dood. Dat is gelijk een plant dat geen water heeft. Ja. En als je zegt de wereld en de mensen beter proberen begrijpen. Je hebt ook een boek van Hans Fallada getipt, Alleen in Berlijn. Is dat het soort boek waardoor je inderdaad de wereld misschien toch weer iets beter probeert te kunt vatten? Ja, wat daar mooi aan is, vind ik, is dat je... wat ik er zo bijzonder om vond, is... Ik weet dan niet zoveel van hoe dat het leven in Duitsland was tijdens het nazisme. Je kreeg toch... Het gaat over een koppel oudere mensen die in Nazi-Duitsland... wonen, die hun zoon verliezen, die sneuvelt. En dan beginnen ze eigenlijk als een soort daad van verzet postkaarten te schrijven met anti-nazistische boodschappen en die her en der in de stad te verspreiden. Ja, en dat is ook ongelooflijk. Wat ik zo bijzonder van vind, is dat is echt poëtisch verzet wat die doen. Dus die maken ook heel klein eigenlijk. Dus het is niet dat die maken gewoon zo'n postkaart. Dus het is niet groter als dat. En daar schrijft hij telkens één zin op. Ik kan geen voorbeeld geven van een zin, maar Hitler liegt, zal ik maar zeggen. Zo heel simpel dingen. En die hangen dat dan ook niet op een heel openbare plek, maar gewoon in een trappenhal. Op heel kleine, onopvallende dingen. En dat zijn gewoon heel simpel twee kleine mensen die een heel kleine daad, die toch door dat regime... enorm wordt aangepakt of enorm binnenkomt en dus rond heel dat apparaat van dat gerechtsapparaat begint dan echt gelijk een avond op te zoeken wie zijn die mensen en dan krijgen ze ook het idee dat dat een grote ondergrondse ding is, terwijl dat eigenlijk gewoon een simpel oud koppel is. En dat vind ik ook heel mooi, hoe groot dat, de grootheid van het kleine, dat vind ik er heel mooi aan enerzijds, en anderzijds is het ook heel mooi dat je zo een beeld krijgt van hoe dat leven toen was tijdens de oorlog in Duitsland. Omdat je toch heel veel... Ja, je hebt heel veel een andere blik. Heel veel gehoord over... ik heb ook wel een aantal boeken over de concentratiekampen gelezen. En dan is dat toch zo... Is dat altijd te ver. Het is heel mooi om van binnenuit te lezen hoe dat toen was. En hoe niet eenduidig en niet simpel dat toen was. Dat niet alle Duitsers slecht waren. Dat er heel veel... maffe, rare mensen waren, maar dat er ook dat er een enorme onderdrukking binnen Duitsland zelf en binnen de eigen bevolking was. En hoe hard dat die schrijver Hans Fallada heeft afgezien van dat fascisme en hoe dat hij ondanks al die druk toch heel een tijd zo op een kleine manier, want hij heeft zelf, de schrijver zelf, heeft ook in krankzinnig gesticht gezeten omdat hij ook verslaafd was aan een drank. En net toen, en dat is ook echt ongelooflijk, is zijn biografie geschreven op papier, maar extreem klein. Dus zo klein dat je het eigenlijk daarna niet kon lezen. En dan ook nog eens dubbel. Dus eerst schreef hij zo helemaal, dan draag je dat papier om en in de marge tussen de lintjes vond hij opnieuw zo dat terug. En zijn bewakers, ja, die dachten dat hij niet zocht, dus die konden dat niet lezen. Maar eigenlijk schreef hij alles wat hem voelde, alles wat hem rond hem zag, alle mistoestanden, dat schreef hij allemaal op. En dat vind ik dan ook weer... Ja, dat is wat mij altijd rokt, hè, is de... misschien is dat ook wel een kern van iets in mij. En wat ik ook mooi vind in de boeken,
die dat ik lees en dat altijd terugkomt, is opstand tegen alles wat vast ligt. En een zoektocht naar vrijheid. Dat is wat ik in al die boeken, in mijn lievelingsboeken, gaat dat altijd daarop. Eigenlijk, reizen. Ja. Primo Levi heeft dit boek de beste roman ooit over het Duitse verzet genoemd. Is het? Ja. Amai, dat vind ik wel straf, ja, omdat... dat vind ik wel echt straf, omdat Primo Levi... Het is voor de luisteraars of kijkers die niet kennen, Primo Levi is iemand die de concentratiekampen heeft... Auschwitz, denk ik, overleefd, denk ik. En die heeft daar een ongelooflijk boekje, hij heeft twee ongelooflijke boeken opgeschreven. Is dit een mens? En dan het vervolg erop, waarvan ik de titel niet meer weet. Maar vertelt hoe dat hem dan uit de concentratiekampen eruit gaat. En dan de tocht die hij aflegt om thuis te gaan. Omdat toen op een of andere manier 800 kilometer of 1000 kilometer tussen Auschwitz en dan Italië. Dat was toen gigantisch ver. Hè, want ik moest dat toen te voet doen of met wat treinen. Terwijl nu is dat gewoon iets van niks. Maar daar heeft die net er toen een paar maanden over gedaan. En Primo Levi, hoe dat hij beschrijft wat hij meegemaakt in de kampen, dat vind ik mee van de strafste literatuur aller tijden. Omdat de verschrikking die dat was, hij brengt die zo goed onder woorden. Hij vertelt niet alleen wat er gebeurt, maar hij legt ook nog eens zo goed uit wat dat was, wat de betekenis was van wat hij daar meemaakt. Dus hij beschrijft niet alleen de gruwel, maar hij geeft ook inzicht in je begrijpt nog iets meer van wat het is als mensen om dat echt mee te maken. Maar dat, hij gaat echt te diep. Maar dat is ongelooflijk dat je zoiets onbevattelijk en toch in woorden kunt vatten. Ja, want dat is het. Dat is denk ik het wonder van de taal. En dat is ook. Dat is eigenlijk taal is. Voor mij, ik ben bezeten van taal en van spreken. En ik vind dat ook ongelooflijk, omdat je hebt gevoelens. Je maakt van alles mee en dat zit in je lijf. En je kunt met die gevoelens niets doen. Dat is wat ik geloof. Zolang als die gevoelens niet in woorden omgezet zijn. Dus taal is de enigste manier om de wereld te begrijpen. Omdat die gevoelens, als je die niet in woorden omzet, dan zijn die vormeloos, maar zijn die dus ook gigantisch groot en kun je er ook niet mee weg. Maar op het moment dat je die in woorden omzet, blijkt het... Je hebt natuurlijk de ontoereikendheid van de taal. Dus dat is altijd ontoereikend. Tegelijkertijd is dat het enige wat je hebt. En daardoor, in al zijn ontoereikendheid, is dat net hetgeen... Zijn dat de enige werktuigen om jezelf te lijf te komen. Om te begrijpen wat er is. Namelijk, dat is taal. Je moet dat in woorden omzetten. En dan is het morgen wat het is. En tegelijkertijd komt er via die woorden toch ook een soort inzicht. En dus via dat inzicht manieren om met die werkelijkheid aan de slag te gaan. En om met jezelf aan de slag te gaan. Om jezelf uit de put te helpen, moet je ook met taal doen. Maar dat, onder andere. Dat sluit heel hard aan bij dat beeld dat je nu schetst ook van Hans Fallada, die daar in die psychiatrische kliniek op die minuscule velletjes zijn taal gebruikt om vat te krijgen op wat hij meemaakt, wat hij voelt. Maar hij heeft dat blijkbaar in een roes geschreven. In minder dan een maand stond dat boek op papier. En dan is hij ook gewoon compleet uitgeput gestorven daarna. Hij heeft zelfs de publicatie van dit boek niet meer meegemaakt. Van dat laatste? Van Alleen in Berlijn, ja. Heeft hij niet meer meegemaakt. Hij heeft het in 46 geschreven. En dan is het postuum uitgekomen. Het leven. Dus, dat weet ik wel. Ik heb zijn biografie ook gelezen. Na elke boek stortte die niet. Omdat hij dronk uit veel duivels en veel demonen te bevechten. Maar wat er ook zo schoon is, en dat is wel een link tussen Primo Levi en die Fallada, is dat die alle twee met enorm veel mededogen over de mensen rondom zich schrijven. Dus dat is wel... Er zijn heel veel krapul. In Fallada heb je heel veel echt slechte mensen rondlopen. Die nazi's, er zijn er ook die echt slecht waren. En tegelijkertijd is er ook heel veel gepruts, heel veel lompigheid van mensen. En heel veel toch pogingen om het goed te doen.
En dat is bij Primo Levi is dat ook met heel veel mededogen naar die andere mensen. Hoe dat er... want iedereen vocht om te overleven. En sommigen, ja, soms is dat egoïstisch, maar zeker niet altijd. Er was binnen al die... Het is niet dat in die kampen dan... dat was niet één egoïstische wereld van ieder voor zich. Natuurlijk, om te kunnen overleven, moesten op een bepaalde manier goed voor je eigen zorgen. Moesten dat echt goed kunnen. Maar je moest ook kunnen samenwerken. En je moest ook... Er zijn ook daden van liefde en medemenselijkheid die niet voor jezelf opbrengen, die waren er ook al. Ja. En dat is heel mooi, een heel genuanceerd beeld van de mens weergeeft, vind ik. Ja, en je leest dan graag over die pogingen van mensen om toch nog ergens te proberen het goed te doen. Of ergens iets ervan te maken. Nee, dat is, ja. Want je hebt nog een boek meegebracht, De Uitweer, van Amy Liptrot. Een recent boek, 2016. En dat doet mij daaraan denken. Dat is ook haar poging, dat is een Britse schrijfster, haar poging om met haar demonen, dan ook drank en verslaving, in het rijden te komen en toch nog ergens iets ervan te maken, eigenlijk. Ja. Ja, dat boek is voor mij... Ik heb zo de laatste jaren een aantal... vrouwenboeken gelezen. En dat is een beetje voors om dat te zeggen, vrouwenboeken. Maar dat was, mijn vrouw zei tegen mij dat ik alleen maar mannenboeken had plaats. Oei. En tot voor de uitspraak had ik nog nooit gedacht dat er iets bestond als mannen- en vrouwenboeken. Maar doordat ze dat zei, en ze haalde dan dingen van Sandro Veronesi, haalde ze, welk boek is dat daar? Een boek van Sandro Veronesi en door het te lezen snapte ik wel van ja, dat is eigenlijk wel, de hoofdpersoon is een man, dat is eigenlijk toch wel ook een macho, maar, en dat is keigoed geschreven naar wat je wilt, dat is inderdaad wel zo, een beetje een macho boek eigenlijk. Dat is niet Kalme Chaos. Ja, Kalme Chaos, prachtig boek, ik vind dat ongelooflijk, maar ik kon me ineens wel iets voorstellen en ik besefte ook, ah ja, en dan ben ik eigenlijk veel boeken beginnen lezen, toevallig of zo, die door vrouwen geschreven zijn en vaak... Veel van die boeken, allee, je hebt ook van Helen MacDonald, de H van Havik bijvoorbeeld, is ook zo'n voorbeeld ervan. Zijn vaak in een ik-vorm geschreven, zijn vaak toch licht al dan niet autobiografisch. En dat is natuurlijk ook iets van deze tijd, dat er steeds meer boeken geschreven worden, dat de gelijk bij Primo Levi, dat je van de werkelijkheid literatuur maakt. En die Amy Liptrot is, ja, die vind ik zo ongelooflijk, omdat... het verhaal is eigenlijk zo, zij is wordt geboren op Corkney, als ik me niet vergis. Klein, piepklein eilandje. Helemaal ten noorden van Schotland, denk ik, hè, toch? Dus echt zo in de zee. Wat dat geen zak te doen is. En zij wordt dan geboren als dochter van een vader die psychoses aan het doen meemaakt. En ze groeit ook, ze wordt een beetje, je zou kunnen zeggen, erfelijk belast. En tegelijkertijd natuurlijk met zo'n zotte vader. Vooruitstander... Londen en wordt daar binnen de kortste keren alcohol verslaafd. En beseft van zo kan het niet verder. Gaat dan terug naar Courtney, want ze wil eigenlijk ook schilder worden, denk ik. Als ze zit in een kunstacademie, weet ik wat. En gaat dan terug naar Courtney en probeert daar een simpel leven op te bouwen. En probeert dus die demonen de baas te worden. Om niet, en eigenlijk probeert ze die vicieuze cirkel van dat erfelijk belast zijn, te doorbreken. En dat vind ik wel mooi in deze tijd, is dat, dat steeds meer mensen proberen om zichzelf beter te maken. Dat we een aantal dingen die we altijd zijn blijven doen, namelijk tot 50 jaar geleden, hadden allemaal van die manieren van denken, van een kind is dat slecht, als hij niet lust hebt, geeft dat een klets. En dat ik toch het gevoel heb dat, dat er een soort consensus is over... dat de dingen anders kunnen. En zij doet dat binnen haar eigen leven, probeert zij zichzelf beter te maken. En dat vind ik, dat inspireert mij wel. En dat is ook zo... Ze keert dan terug naar die Orkney-eilanden en ze gaat dan inderdaad heel dat proces door. Maar hoe vermijdt ze dat een soort therapeutisch gedoe wordt? Want dat is op zich een verhaal dat helemaal de foute kant kan opgaan als je het niet goed verwoordt, hè? Ja. Ja, het is, wat me dan zo ongelooflijk aantrekt in je boek, is... ik lees op een of andere manier soms ook heel graag natuur beschrijven. En als zij dat eiland beschrijft,
Dat eiland wordt heel groot in je hoofd terwijl je aan het lezen bent. Wat zij doen op dat eiland is dat ze een of andere vogel bestudeert. Voor, ik weet niet, haar job bestaat eruit dat ze part-time een vogel moet tellen. Hoeveel dat die vogel gezien wordt. Dus zij moet s'nachts met een auto gaan rondrijden, want dat is een nachtvogel. En dan moet ze elke keer als die vogel zien. Dus die moet een hele dag niets anders doen, of nacht niets anders doen, als ergens zitten, niets doen en kijken. En hoe dat ze dat beschrijft, op een manier is dat heel, ik weet niet, inspirerend. Dat ik denk, oh, ik wou dat ik die rust in mezelf had om echt gewoon uren ergens te kunnen zitten en zo rustig en kalm te kunnen zijn om te zien, van, zit er daar een vogel? Ja of nee? En hoe dat ze dat beschrijft, hoe dat ze die wereld oproept. Hoe dat je, dat is weer dat verdwalen. Heel, ja, ik zat ook mee op dat eiland en ik was mee om die vogels om te zien. En dus dat is ook, daar zit ook een enorme schoonheid in je boek. Dus ze trekt het open. Ja. Het is niet enkel haar eigen kleine leventje met alle problemen. Ze trekt het eigenlijk naar een bijna wereldse dimensie. Ja, ja. Ja, en het gaat dan natuurlijk ook over... altijd ook over de poging die je moet doen om de dingen los te laten. Niet om dat controle te hebben over je problemen, dat je dat... dat je niet gelijk een avond zot erop zit, maar dat, ja, dat je de dingen moet laten bestaan en ze proberen te snappen en terug vast te pakken en los te laten en dat gevecht heel de tijd. Dat vind ik heel mooi. Dat beschrijft ze heel mooi. Dat dat ook niet altijd lukt hè, en dat dat ook niet lukt, dat moet ook. Dat is niet een soort makkelijk zelfhulpboek van oh ja, ik kon even mijn problemen oplossen en alles is opgelost. Nee, je voelt dat die strijd blijft duren. Dat is ook na die boek. Je voelt dat daar... Het is niet dat die op het einde helemaal verlost is van alle demonen. Ze heeft ook weinig schaamte. Ze vertelt ook gewoon echt hoe ze de dieprik ingaat en hoe ze daar vrienden aan verliest. Wat voor gênante situaties dat ze soms meemaakt. Dus ze heeft daar precies niet echt... Ja, ze is heel kritisch voor zichzelf ook. Ja. Ja. Het is... Inderdaad, schaamteloos geschreven. Ja. Dat is ook heel mooi. Dat lijkt me als maker ook iets heel moeilijks. Je wilt dat misschien wel zijn, maar dat is toch niet zo simpel? Nee, ik heb veel mensen die daar... Je hebt veel schrijvers die daar heel ver in gaan. En ik zelf ben daar toch wel voorzichtig in. Ik vertel zeker niet alles. En zeker niet als het gaat over de mensen rondom mij. Je hebt wel een aantal... schrijvers, gelijk Arnold Grunberg, die dan zo met zijn vriendin zo in de openbaarheid vertelt als schrijvend hoe dat die breuk gaat. En dat vind ik echt... Ja, ik kan dat dan niet zo goed aan eigenlijk. Ik vind dat... Je hebt toch ook een soort... Als schrijver heb je ook een soort macht. Omdat jij bepaalt, jij laat een deel, een stukje van de wereld zien. En dat is toch een soort waarheid waar dat, op dat moment, jij als schrijver, niemand deed daar een weerwoord op. Dus jij... Je kunt heel hard bepalen hoe de dingen gelezen of gezien worden. En dat vind ik... Ik ben daar niet... Leonard Ilja Pfeiffer in Brieven uit Genua, als hij dan zo over zijn seks, wat hij allemaal met vrouwen heeft gedaan, dat is gewoon degoutant eigenlijk, vind ik. Ik vind dat zo verschrikkelijk, dat je... Ik bedoel, je beschrijft daar dingen over vrouwen, en ik denk dan aan mij en mij en dit en dat en zo. En die vrouw heeft daar niets op te zeggen. Allee, ik vind dat die daar... daar wordt de schaamteloosheid ook... Ja, niet eerlijk. Ik kan niet anders dan zeggen dat dat niet eerlijk is, eigenlijk. Maar dat omdat die vrouw natuurlijk wel met de grens tussen fictie en realiteit. Pfeiffer is ervoor gekend om op dat dunne grensje daartussen te balanceren. Ja, dus wat is... Daarom vond ik dat boek ook zo bijzonder, eigenlijk. Hè. Dus voor de mensen die niet weten wat dat Brieven uit Genua is, één een dikke boek waarin dat een allemaal brieven schrijft, maar voor alle mensen. En eigenlijk is die ook autobiografisch. En ik vond die boek dus in de helft echt... Die kan schrijven, die is geniaal. Dat is echt, ik heb met open mond zitten lezen wat die met taal doet, hoe bloemrijk, hoe die verbeelding ook, allemaal prachtig. Maar ik vond dat in de helft kreeg dat iets... iets dikke nekkerig, iets pretentieus, weten van iets wat ik allemaal kan. Een soort, ja, ik kreeg dat iets heel macho. En ik vond dat echt, zeker als ik die dingen over die vrouwen, dan zijn avonturen als een seksvrouw met allemaal vrouwen,
dacht ik van, dat is echt, allee. Maar dan is het schone, dan ben ik, want ik weet nog dat ik in een caravan in Portugal zat, en ik heb, dat was een uur of één s'nachts, mijn vrouw lag even met slapen, en dacht ik stop me met die boek. Hoe goed dat die caravan, ik kan de boom. Maar dan zit ik op mijn gsm beginnen googelen, en dan, al googelend, las ik dingen op die boek, dat er zo een soort breuk kwam, en dat is prachtig, om die boek wel, dat er dus op Tinder komt hem dan een nieuwe liefde tegen, Stella, die eigenlijk met een voorhamer heel dat macho gedrag eigenlijk daar gigantisch op inbeukt. En die eigenlijk hem daarop van, eigenlijk zit een dikke alcoholieker. Dat hem dan daardoor probeert hem te stoppen met drinken, voor de eerste keer in zijn leven. En komt er voor de eerste keer een soort kwetsbaarheid, die hij ervoor in die boeken niet had, waar hij een enorm... Dat was geen kwetsbaarheid. En ineens komt er wel iets in de put. En voor de eerste keer stelt hij zich ook vragen van... God en literatuur altijd voor op het leven. Want daarvoor was dat. Je leefde om van dat leven literatuur te maken. Schaamteloos. Alles en iedereen schreef maar op in de boeken. En dan ineens gebeurt er een switch en komt dat leven... Ja, wordt dat leven toch misschien belangrijker dan de literatuur of even belangrijk op zijn minst. En dan begin je wel na te denken van, wat schrijf ik wel? Mag ik mensen wel kwetsen? Ja of nee? Want je trok ze eigenlijk er niks van aan dat de mensen kwetsen. En ik vind dat wel belangrijk, dat je daarover nadenkt. Dat je, en ik vind dat dat ook iets is waar zo veel te veel onder de mat wordt geveegd. Ik zit met die voorstelling over dingen... sorry dat ik zo hard aan het babbelen ben, maar die voorstelling van Johan Heldenberg over Karl Marx. Marx is ongelooflijk en dit en dat, maar was echt een klootzak. En Einstein ook. Dat waren echt klootzakken als het gaat over hun vrouw en hun kinderen en hoe dat die er allemaal niet mee bezig. En dat is echt, daar lezen we allemaal over. Dat mocht allemaal niet uit. En ik vind dat soms, ja, ik hoop dat we dat toch belangrijker van vinden. Dat mensen minder klootzakken mogen zijn. En vooral mannen dan. Ik ging net zeggen, misschien moeten we dan ook gewoon nog meer vrouwenboeken lezen. Want je zei ook tegen mij dat de vrouwenboeken, dat wat je daar zo schoon aan vindt, is dat die vaak ook meer troost of meer hoop bieden dan sommige mannen. Je kunt dat natuurlijk niet veralgemenen, hè. Maar dat zij vaak proberen om de miserie of die wereld waar ze in zitten te begrijpen, om dan ook iets eraan te veranderen. En in die zin dat ze zo nog een soort deur openzetten naar, ja, een deurtje van hoop openzetten. Ja, om dan nu zo algemeen te zeggen dat vrouwenboeken dat en mannenboeken, dat vind ik ook lastig om dat, ik weet niet wat ik daar, maar dat is zeker wel wat ik in een aantal van die vrouwenboeken die mij zo geïnspireerd hebben, is dat onder andere wel iets wat ik wel bijzonder vind. Maar ik vind, ik probeer ook wel echt, ik vind wel echt dat als het gaat over mannen en vrouwen, dat een boel wel nog echt serieus een draai moet krijgen. Dat echt het niet normaal is voor mannen dat die overwerken en dat vrouwen allemaal part-time gaan werken. Dat zit in een soort... Van mannen is dat normaal dat die overwerken en van vrouwen is dat normaal dat die... En zo gezegd is dat omdat vrouwen allemaal die keuze doen, maar dat gaat over dat we allemaal verwachtingspatroon creëren en ik vind dat we daar echt iets aan moeten doen. En dat is ook... deze jaar heb ik in de Gazet echt zo met stripjes zitten tellen. Rond nieuwjaar doen ze in de standaard de letteren zo over al die recensenten hun favoriete boeken en al die mannen lezen allemaal boeken en dat is echt belachelijk, maar echt belachelijk en die zijn zich er denk ik ook niet van bewust, maar als je dat gaat zien hoeveel boeken dat mannen lezen geschreven door mannen en hoeveel boeken dat vrouwen lezen, bij vrouwen is dat veel eerlijker verdeeld en ik vind dat ook nog. Ja, dat dus mannen meer vrouwenboeken zouden moeten lezen. Vind ik echt. Onder andere. Vind ik. Maar dan heb je wel op jouw lijst, die mensen trouwens straks gaan online terugvinden of doorgemaild krijgen. Op jouw lijst staan wel een heel aantal vrouwentitels. Niet alleen Amy Liptrot, maar ook Highs for Havik, heb je al gezegd. Brechtje Hofstede. Delphine de Vigan heb je er ook opgezet. Dus je hebt wel een aantal goede tips gegeven, denk ik, als mensen dan toch een vrouwelijker weg willen inslaan. Ja. Ja, vooral de laatste jaren zijn er veel. Lise Spiek is natuurlijk ook nog
Het smelt is ook zeker ook... maar ja... En Delphine de Vigan bijvoorbeeld, kan je daar iets over vertellen? Wie is zij? Of voor mensen die haar niet zouden kennen? Ja, ik heb daar toevallig Niets weer staat de nacht van gelezen. En, dat is ook weer zo'n boek, half autobiografisch, voor een deel autobiografisch, toch, dacht ik. Mm-hmm. En die gaat over haar moeder en over haar relatie met haar moeder. En in dat boek spiet ze heel de biografie van haar moeder uit. Haar moeder die uit een gezin komt met, ik denk, een stuk of 8 kinderen. En die moeder die een verleden heeft van kindermisbruik. En ik weet niet, er is van alles misgelopen. Er zijn in dat gezin, dus, er is veel misbruik. Een heel dictatoriale vader die van alles verkeerd gedaan heeft. En ook twee, ik geloof 1 of 2 broers en zussen die zelfmoord hebben gepleegd. Dus je krijgt daar een enorme erfelijke belasting. En een slechte jeugd. Dat gecombineerd zorgt ervoor dat haar moeder zelf ook heel labiel was. Waardoor dat zij, de schrijfster dan, met haar moeder ook een heel moeilijke relatie heeft. Ze onderzoekt in een boek die relatie ook, ze probeert dat te duiden, probeert dat te snappen. En dat is zo prachtig. Dat is ook weer dat poging tot begrijpen. Want de schrijfster zelf gevoelt, ja, die heeft natuurlijk ook, is ook erfelijk belast. En hij heeft natuurlijk ook een moeilijke jeugd gehad, doordat haar moeder zo labiel was. En die probeert ook grip te krijgen op het leven door dat, heel dat verhaal te vertellen en door te begrijpen en daardoor manieren vinden om met de tekorten, met het kwaad en de woede die je hebt over alles wat je niet hebt gehad, omdat je geen normaal leven hebt gehad, over soms liefde en erkenning die je niet hebt gekregen van je moeder. Dat probeert hij allemaal uit te zoeken. En dat is zo, ja, ook weer zo prachtig beschreven. Zo goed uitgelegd hoe dat één leven in elkaar zit. Dat is weer zo schoon, dat gevecht dat iemand aangaat om het leven te overwinnen. Om toch te blijven leven. En dat is ook in die figuur van die moeder. Dat wordt dan gaandeweg steeds duidelijker. Dat die moeder in al haar tekorten die zij had naar haar dochter toe, dat die een enorme strijd gestreden heeft om... mijn computer gaat uitvallen. Wacht. Oei. Ja. Dat zou jammer zijn voor de laatste 3 minuten. Dus ik hoop dat je ergens een kabel vindt. Misschien kan ik ondertussen al nog eventjes meegeven. Ik krijg hier van Danny, de organisator van ons boekenkamer, de tip mee dat er een mooie soundtrack gemaakt is voor Orkney-wandelingen. Dus Erland Cooper. Een beetje in de stijl van Johan Johansson. Dus dan krijgen we er meteen ook nog een muziektip bij. Ah ja, en ook goed dat jij mijn begrip verbetert. Maar ik weet niet of je mij bewust bent, maar ik zei straks Corkney. En het is inderdaad Orkney. Dus de Orkney-eilanden, de groep eilanden. Ja. Maar dus Erland Cooper, Musical Odyssey voor de Orkney-eilanden. Misschien ook eens te checken. En ik wil over Delphine de Viga ook nog zeggen. Ik heb er nog een tweede boek van gelezen, die wel helemaal fictie is. Maar die weet ik de titel niet meer van. Dus dat moet tenminste dan maar eigenlijk zelf gaan googlen. En die gaat over een madame die daar een vriendin heeft die helemaal narcistisch is. En die heel dat liegt en bedriegt. En daar zit... dat is ook een leesstrip iets ongelooflijk. Omdat je denkt, wat gebeurt er hier? Dat is spannend. Dat is echt prachtig. Ook schone zinnen. Alles wat je wilt wordt helemaal meegevoerd. En ook zo dat je het kwaad in zijn ware gedaante te zien krijgt. En het kwaad dan niet in het kwaad van een duivel. Maar je kijkt daar heel graag. Heel graag. Maar dus ik weet niet hoe je boek noemt. Daar zullen mensen achter komen. Dus dan moeten we jou eigenlijk, om af te sluiten, nog veel tijd wensen om dat soort leestrips te kunnen meemaken. Want je hebt er ook wel wat tijd voor nodig, natuurlijk. Of lees jij gewoon het hele jaar door? Ik verloop natuurlijk meer, maar er liggen altijd boeken naast mijn bed. En al nog lang, hoe hard ik vertrokken raak, lees ik meer of minder. Als ik echt in een boek, dan komt die ook van mijn bed gaat die mee. Dan zit ik niet op tv te zien, maar zit ik te lezen. Dus ja. Ja, ik denk de boeken die je op de lijst gezet hebt, dat die allemaal die kwaliteit hebben, dat meeslepende. Dus ik hoop dat mensen thuis datzelfde effect mogen ervaren als ze er iets van uitproberen. Alleszins heel erg bedankt voor al die tips, Johan.
Ik denk dat dat heel inspirerend was. Ik geef ook graag nog mee aan de mensen die nu aan het kijken zijn, dat op 21 juni Boek Lokaal in Leuven, dat dat ook digitaal gaat door de omstandigheden. En we hebben daar dan ook een boekenkamer om 12:15 met Pauline Cornelissen, de Nederlandse schrijfster, die fascinatie voor Japan heeft en daar ook net een heel fijn boekje over geschreven heeft. Dus daar ga ik het met haar over hebben, maar ook met haar tips voor, om te lezen. Ja. Ook Pauline Cornelissen, die in Amsterdam samen met Misha Wertheim Echt Gebeurd presenteert. Echt Gebeurd. Een namiddag in het... waarbij dat mensen waar gebeurde verhalen komen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. En wij, hier met Marta Tentatief, die in Antwerpen, in een Aarweg, organiseren wij in navolging van Pauline Cornelissen Waar Gebeurt. Dus het is een Belgische versie van dat Holland, met eigen accenten. En er bestaat dus ook een podcast van, zowel van Echt Gebeurd als van Waar Gebeurt. Dus als mensen dat googelen op Spotify, is het allemaal gratis, fantastische verhalen op Waar Gebeurt en Echt Gebeurd. Oké. Okay. Mensen kunnen niet zeggen dat we een culturele rugzakje niet volgestoken hebben vandaag. Hè? Maar dus die 21ste juni, mensen die er graag bij zijn, er is ook nog een interview met Dominique Biebouw, de Bierbeekse auteur die de Gouden Strop gewonnen heeft. En s'avonds is er nog een leesclub, geleid door Ninja Weijers, over kindertijd van de Deense schrijfster Tove Ditlevsen. Dus dat wordt een hele dag met allemaal inspirerende boekenbabbels. Alle info op de site van Leuven Leest of 30cc. Dan rest mij enkel nog jullie mensen in jullie kot te bedanken om weer enthousiast te volgen. Ik wens jullie heel veel leesplezier alleszins. En ook Johan, heel erg bedankt. Jou ook. Wens ik veel tijd, veel inspiratie en veel verbeelding. Maar dat zal geen probleem zijn, denk ik. Merci. Merci. Fijne dag nog, hè. Dag.